De Johan Adolf Pengel International Airport wordt gemoderniseerd om te kunnen voldoen aan internationale standaarden en om de dienstverlening naar de klanten te verbeteren. Zo zegt de directeur van NV Luchthavenbeheer Vijay Chotkan in gesprek met onze redactie. Chotkan zegt dat na goede evaluatie en een enquêteonderzoek is gebleken dat de behoefte ter verbetering van de faciliteiten op de luchthaven voorkeur genieten. Daarom is vanaf vorig jaar een aanzet gegeven om zulks te realiseren. Het ligt in de bedoeling om dit jaar de eerste fase van de renovatie af te ronden. Uiteindelijk moet natuurlijk alle airlines zullen apart ontvangen worden. Dat doen we op regelmatige basis. Dat moeten wij ook doen om iedereen als stakeholder daarbij te betrekken. Zullen zij natuurlijk dat stukje efficiëntie die we willen inbouwen bij het inchecken en afhandelen, dat zullen ze natuurlijk ook merken. En daar hebben we dus ook heel veel studie moeten doen. We zijn zelf gaan studeren. Ik heb mensen ter beschikking moeten stellen om die studies te gaan doen. Hebben wij dus vanuit een internationaal gerenommeerd bedrijf, hebben wij dus een nieuw incheck-systeem naar Suriname gehaald. We hebben vorig jaar pilots gedraaid, waar Fly Always ons heel veel mee heeft geholpen. En dank daarvoor natuurlijk. Het gaat een heel ander systeem worden. Het gaat niet alleen om een bagage afgeven en dan moet je wegen en dan moet je taggen. Nee, het moet sneller gebeuren. De aanpassingen zijn simultaan met het bevorderen van de toerisme sector in Suriname. In lijn hiermee staat ook de aanpak van de infrastructuur op de luchthaven, zegt Chotkan. We blijven natuurlijk sleutelen en perfectioneren wat de safety betreft, wat de security op de airport betreft, maar zeker ook dat stukje van klantvriendelijkheid. We gaan kijken naar die sanitaire faciliteiten, hoe kunnen we dat verder gaan uitbreiden, hoe kunnen we dat beter gaan doen. En we staan open voor elk idee, voor elk voorstel vanuit de gemeenschap, van wie dan ook. Chotkan hoopt dat deze aanpassingen voor aanzienlijke vooruitgang in de toerisme stroom van ons land zal zorgen.